Kevin van der Voort, zoon van Vincent van der Voort. De kerst staat voor de deur. Wat is de planning? Ja, ten eerste natuurlijk ja, mijn vader volgen op het WK. Dat is natuurlijk waar het meest om draait deze periode. En vooral met de Dutch Shop, die ik zelf run hier in Zaandam. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel hiero. Dus ja, die twee proberen zo goed mogelijk te combineren. En ja, daardoor een betere ja, band opbouwen met de rest van de mensen hiero. Ik kan me voorstellen dat kerst voor jullie altijd een hele rare periode is, omdat het altijd midden in het WK zit. Dat er nooit echt focus is naar de kerst. Eigenlijk al jouw hele leven, denk ik. Ja, zeker. Kerst is leuk, maar ook heel spannend. En af en toe kan het ook teleurstellend zijn eigenlijk. Ik weet nog wel dat je periode is dat het WK iets vroeger begon dan nu. En dat je bijvoorbeeld al de derde, vierde rondes nog voor kerst, als ik dat goed uit mijn hoofd heb. Dus ja, dan heb je natuurlijk als periode gehad dat hij voor de kerst er al uit lag. En ja, dan hebben we niet echt een hele gezellige vader aan de kersttafel. En ja, wij zelf natuurlijk ook niet echt natuurlijk. Ja, dat waren ja, minder dagen. Maar we hebben ook hele leuke dagen meegemaakt met de kerst, met het WK natuurlijk. En ja, die dingen vergeet je ook niet snel. Ik weet nog heel goed dat hij voor het eerst de kwartfinale haalde in 2011 of 12. Ja, en toen met kerst was het echt volop feest. Het was sterker nog eens rond de oud en nieuw periode. Ja, die dagen vergeet ik ook nooit meer. De blijdschappen. Ja, heb je ook wel eens gehad dat hij er niet was met kerst? Ik denk het wel. Ja, nou, toevallig 2 jaar geleden nog met de coronaperiode natuurlijk. Toen was iedereen in lockdown natuurlijk. Dan was hij daar ook. Echt, ja, niet helemaal in zijn eentje, natuurlijk nog met Michael en met Dirk. Maar dat voelde wel apart ook. Zeker omdat hij nog in het toernooi zat. Dus vaak als je nog erin zit, kom je ook al nog wel af en toe naar huis. Normaal gesproken dan, als het schema een beetje klopte. En ja, dat was toen niet zo eigenlijk. En dat ja, zat er nog in, dat was wel een voordeel. Maar dat was ook wel een hele aparte periode, moet ik zeggen hoor. Ja, ik denk voor iedereen natuurlijk die periode. Ja, iedereen had er last van. Hebben jullie toen nog wel gevideobeld of zo, of op een of andere manier als familie het kunnen vieren, of totaal niet? Ja, door de dag heen, maar niet zozeer in de avond of zo. Eigenlijk was het toen zelf met zijn management en met Michael en met Dirk ook gewoon die hele dag kerst vieren natuurlijk. Dus hij had zelf ook gewoon zijn bezigheidje. Dus ja, het was meer gewoon even door de dag heen als hij alleen op zijn kamer zat, bijvoorbeeld, niet helemaal alleen was. Nou, hij deed op de persconferentie van de week een beetje vaag over de kerstmaaltijd. Kerstavond hebben we altijd met vriendengroep hebben we een spelletjesavond. En dan met kerst komt mijn moedertje. Die komt bij ons thuis. En dan daarna ga ik weer weg. Heb je al een mooie kerstmaaltijd in gedachten? Jazeker. Waar bestaat het uit? Dat ga ik jou niet vertellen. Vlees? Uiteraard. Ja? Ja. Perfect. Ik ben wel een vleeseter, ja. Zeker. Dat komt wel goed. Dat komt zeker goed. Hoef jij niet ongerust over te maken. Kun jij misschien vertellen wat de kerstmaaltijd is? Ik moet zeggen dat ik dat zelf nog niet eens weet. Nee, dat is voor mij ook een verrassing. Maar volgens mij weet je dat zelf ook helemaal niet hoor. Maar we gaan vanavond namelijk altijd een traditie hebben. We altijd met dat vrienden. Dan zijn we elke kerstavond zijn we bij elkaar. Dus ik kan ongeveer een beetje weten wat we gaan eten. Het zal wel wat vleesgerechten zijn hoor. Maar ik weet wel dat hij sinds 2 maanden geleden aan de lijn is. Dus hij is wel een beetje echt bezig met voedsel en met fit te worden. Ja, hoe kijk je naar je vaders carrière op dit moment? Op dit moment. Ja, op dit moment begint hij echt natuurlijk echt een veteraan te worden, zeg maar. Echt iemand die jaar in jaar uit gewoon een beetje hetzelfde blijft doen. Heel taai om te verslaan. Ja, een beetje zo'n. Ja, misschien ook net zo echt een veteraan eigenlijk. Maar denk je dat hij echt nog wel stappen kan maken, of is dit het wel een Ja, beetje? ik denk dat er echt nog heel wat meer in te halen is. Zeker als ik ook naar andere darters nog kijk, die ouder dan hem zijn bijvoorbeeld. Dan praat ik bijvoorbeeld over nog Simon Willock bijvoorbeeld, of vroeger dan de Glenn Durrant nog. Dat zijn mensen die zijn allemaal veel ouder dan hem en die kunnen nog steeds hun niveau doorpushen. Ik weet nog wel, vorig jaar Mervyn King die nog even in 1 keer een sprong weer maakt. Dus er zijn nog zeker stappen te halen. Zeker dat we nu echt. Ik ben ook best wel met hem bezig nu. Om echt beter te worden met materiaal. Fit te worden. Ik denk, ja, als dat allemaal op een rijtje gaat vallen. Ja, dan zit er zoveel meer in te halen. Want ja. Het is zo'n gevaarlijke klant af en toe om te verslaan. En zeker in tv-toernooien. Dan kan hij zoveel meer er nog eruit halen dan nu. En vaak komt gewoon echt de fitheid te pas op toernooien. Waardoor hij tekort komt. Kan hij daar nog stappen in maken in zijn fitheid?
Ja, daar zijn we dus nu mee bezig. Hij loopt veel buiten, sportschool, voeding, alles gaat echt steeds beter zijn kant op. Hij is echt binnen 2, 3 weken was hij in één keer 10 kilo kwijt. En op een gegeven moment ja, ging het ook wel een beetje erg hard op die manier. Dus dat moest ook even verminderen natuurlijk. Maar ja, we zijn er wel echt heel erg mee bezig nu momenteel. Iedereen in dit huis ook. Zodat wij niet er alleen voor staan. En trainen jullie ook regelmatig samen? Nee, eigenlijk echt nooit. We hebben het echt geprobeerd ook samen trainen. En ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk een minder niveau als hem daarbij. Maar ja, allebei kunnen het niet tegen elkaar. Ja, ik heb al het gevoel van ik moet mijn beste spel eruit halen. Want ik wil laten zien wat ik kan tegen hem. En hij heeft weer zoiets van, ja, ik wil zo goed mogelijk weer voor hem spelen. Weet je? Het botst een beetje tegen elkaar met trainen. Dus we hebben toen maar gewoon gezegd, dit doen we gewoon niet. En wij doen allebei onze eigen trainingsplan. En hij traint ook veel met Michael. Dus ja, heel af en toe doe ik wel eens mee, maar voor de rest ook niet echt heel vaak hoor. En heb je wel eens van hem gewonnen? Nee, nog nooit. Nee, ik heb wel af en toe bijna. En dan begon hij een beetje van die James Wade-acties achter me te doen. Over dat heel spannend moment werd nu voor me. En dan ja, begon ik weer te denken dat ik van hem kon winnen. En dan lukte het niet. Ja. Maar dat is ook allemaal 3, 4 jaar geleden. Daarna hebben we echt nooit met elkaar gespeeld. En denk je, als je nu tegen hem zou spelen, zou je dan een keer kunnen winnen? Nou, nu nog steeds niet. Hij is nu nog echt te goed daarvoor. Misschien dat hij als hij in een rolstoel zit helemaal. Ah, Oké. ik hoop wel met een jaartje of 5 dat het wel moet gaan lukken. Ja, je zei al, de band tussen hem en Michael is heel goed, dat is bekend natuurlijk. Kan Ja. jij van een afstandje, want ze hebben altijd dan natuurlijk de band over elkaar, kan jij van een afstandje beschrijven wat die band tussen die twee is? Het is heel uniek in de dartwereld, denk ik. Heel veel mensen die zeggen altijd, ja, het is lastig spelen tegen elkaar, vrienden, dit en dat. En die zijn nog steeds op het podium, kunnen ze nog steeds wel een beetje agressief naar elkaar doen, weet je wel, echt dat juichen en zo. Maar echt de vriendschap die hun twee hebben, dat zie je eigenlijk bijna niet bij andere spelers op de tour. Je hebt best wel gewoon close vrienden, maar hun zijn al echt al 20, 30 jaar, nou 30 jaar, ik weet niet, 20 jaar misschien al echt met elkaar aan het optrekken. En dan, hun hebben elkaars hoogtepunt en het meest dieptepunt meegemaakt van elkaar. En hun weten ook echt wat ze aan elkaar hebben natuurlijk. En hun pushen elkaar ook steeds verder. En ik weet ook dat hun allebei ook een heel belangrijke factor zijn in hun carrière. Ik weet dat mijn vader Michael ook echt goed geholpen in het begin van zijn carrière om hem beter te maken. Nog steeds helpt hij hem bij het toernooi. Ik weet dat hij er ook bij was bij zijn eerste WK-titel, bij zijn eerste WK-finale. En ja, en ook bijvoorbeeld afgelopen wedstrijd tegen Cameron Menzies belde Michael ons ook nog even op bij de 2-0 voorsprong. Om te vragen hoe het met ons ging en hoe het ging. Dus hij is ook echt heel erg betrokken met ons. Dus het komt echt van twee kanten, want het lijkt altijd een beetje alsof Vince Ja, en zeker. Michael. Ja, dat komt natuurlijk meer omdat Michael natuurlijk ja, gewoon kort gezegd de betere speler is. Dus daar is ook meer aandacht aan besteed. Die speelt meer toernooien. Dus ja, mijn vader heeft ook meer de kans om hem meer te helpen natuurlijk. En ja, Michael die ja, wat kan zijn, die trekt meer de aandacht natuurlijk. En die ja, daarvoor komt er ook meer aandacht bij kijken. En weet je ook hoe die vriendschap mee tot stand is gekomen? Want er zit best wel een leeftijdsverschil tussen die twee. Ja, ik weet nog wel wat mijn vader toen zei, is dat we waren op een toernooitje. En op een gegeven moment, ja, ze kwamen met elkaar in gesprek. En op een gegeven moment was het gesprek een beetje klaar en hun gingen allebei naar hun kamer toe. Maar Michael bleef hem volgen. Die volgde tot zijn hotelkamer toe en die ging daar ook gewoon binnenin zitten. Dus ik keek weer aan van, ja, je weet nu wel dat je toch in mijn kamer staat. En hij zegt, ja. Ja, zo bleven ze doorpraten eigenlijk. Hij ging gewoon maar niet weg, hij was gewoon een lastig ventje, hij ging niet weg. En ja, op een gegeven moment, mijn vader en mijn moeder waren toen samen daar ook. Dus op een gegeven moment zei mijn vader van, nou, ik ga wel weer met hem terug naar beneden. Dan praten we daar wel weer verder, weet je. Want dit hebben we duidelijk niet geholpen. En ja, zo is het eigenlijk gecreëerd. Hij vond me best wel echt een heel geinig ventje en zo. En hij was natuurlijk verschrikkelijk goed. En ja, zo is het allemaal een beetje ontstaan. En toen die tijd was natuurlijk Jelle Klaas er ook nog bij. Dus echt, met z'n drieën waren ze toen altijd. Hoe is de band tussen Vincent en Jelle nu? Ja, omdat eigenlijk hij altijd met Michael is, dan spreekt hij Jelle eigenlijk nooit meer. Jelle is natuurlijk ook zijn tourcard kwijt nu, dus eigenlijk nu nooit meer. Maar ja, ze zijn nooit na tegen elkaar hoor, maar ja, het vervaagt natuurlijk ook gewoon door die jaren heen. Ja, logisch. Maar er is geen onaardige tussen hun twee hoor, daar is niks mis Denk je dat Michael of Vincent wereldkampioen kan worden? mee. Ja, ik denk Michael is natuurlijk topfavoriet, maar Of een halve finale?
Ik vind zijn loting dit jaar wel echt lastig. Want hij zou dan voor Price en Michael Smith en nu Luke Humphries tegenkomen. Dat vind ik toch dit jaar misschien. Ik vond dat vorig jaar was echt zijn kans namelijk. Toen dat hij met COVID eruit moest gaan. Toen had hij echt wel een goede kans. Toen kreeg je James Wade als beste speler tot de halve finale. Daar zat echt meer in. Maar ik denk dit jaar vind ik wel heel lastig hoor. Ik denk dat het zeker een kwartfinale te halen is. Maar ja, winnen dit jaar of halve, dat vind ik nog even te vers. Denk je dat Michael echt de topfavoriet is en dat voor jou gewoon de wereldkampioen wordt? Ja, zeker. Ja, dit jaar vind ik Michael echt met afstand ook echt de beste speler. Ja, als je kijkt naar de titels dit jaar wat Michael gewonnen heeft. Ik denk dat hij alle belangrijke titels wel gewonnen heeft natuurlijk. Misschien buiten de UK Open, uit de Premier League, de Matchplay, de Grand Prix heeft hij allemaal gewonnen. Ja, dus qua vorm zit dat zeker wel goed bij hem. Ik denk dat je ook natuurlijk wel moet oppassen natuurlijk nog steeds voor Price, voor Michael Smith. Eventueel Josh Rock natuurlijk. Ja. Ik kan niet beschrijven hoe uniek dat talent is dit jaar. Dus ja, daar zou je ook zeker voor moeten oppassen. Maar ik denk ook met de status die Michael dit jaar heeft, ik denk dat Michael echt de man to beat is dit jaar. Ben je Josh Rock regelmatig tegengekomen op de Development Tour? Ik heb één keer tegen moeten spelen dit jaar. En hoe ging dat? Ja, wil ik het niet over hebben. Nee, dat was 4-0. Dat was echt heel kansloos. Ik moet zeggen, dat was ook op de laatste dag. Dus ik was al best wel moe. Geen excuus natuurlijk, maar ja, hij is ook gewoon zoveel beter. Dus op een gegeven moment, ik merk wel een beetje bij 3-0 dat hij niet meer minder ging gooien. Is dat een beetje de beste speler, denk je, waar je ooit tegen hebt gespeeld? Nee, ik heb een keer tegen Michael gespeeld, maar die speelde toen niet zo goed als Josh Rock tegen mij. Dus ik denk dat Josh Rock misschien wel de beste is waar ik echt ook een officieel potje tegen gespeeld heb, ja, zeker. Hoe ver verwacht je dat hij kan komen? Ik heb Josh Rock in mijn bracket in de halve finale staan volgens mij tegen Peter Wright. Tegen Michael. Dus dat denk ik zelf. Ik vind Josh Rock echt een heel uniek talent ook. En ja, ik beschouw hem ook gewoon denk wel echt als de favoriet. Ook zelfs tegen Aspinall binnenkort. Ja, ik vind hem ook dat hij is voor niemand bang. Je ziet het al eigenlijk in hoe hij gooit. Hoe makkelijk ook. Ja, ik zie hem zeker wel ver komen in het toernooi. Hij moet alleen een beetje oppassen natuurlijk voor die hype die om hem heen zit. Dat kan hem misschien tegenwerken natuurlijk. Weet je, als je te veel opgehyped wordt. Kan het nog wel zijn dat hij zelf ook dingen gaat verwachten of dat hij druk voelt bijvoorbeeld bepaalde dingen. Ja, zulke dingen kunnen ook gebeuren. Ja, je bent 164ste geëindigd op de Development Tour. Was dat een teleurstelling voor je? Ja, zeker, zeker. Ik heb er ook een beetje met de pet nagegooid dit jaar, moet ik zeggen, na het eerste kwartaal. Ik begon het jaar een beetje echt met materiaal switchen en zo. En toen was mijn niveau helemaal niet waar het eigenlijk nu is. Ik heb heel veel 0 pond gewoon gepakt op dat hele jaar. Op een gegeven moment heb ik zelfs een weekend gehad. Ik ga niet eens boven de 60-0. Het leek nergens op. En toen, ik wist daar een beetje van tevoren al. Toen had ik heel veel last ook van alles om me heen. Ik was niet lekker in mijn vel. Gooi ging niet lekker. Ook nog steeds materiaal geklooi. En nu toen heb ik echt gezegd, dan moet er even een basis komen. Want ja, ik ben wel beter dan dit, zeg maar. Weet je. Ja, ik hoor zeker van mezelf te verwachten dat ik gewoon minimaal in de top 60 hoort te komen. Maar dat heb ik niet eens bijna laten zien dit jaar. En de laatste Development Tour, die 4, toen speelde ik nog best wel goed spel. Vaak boven de 80 gemiddeld en zo. Ja. Wel goed niveau. Maar ja, toen kreeg ik Danny Jansen, dus die Jake Rodriguez allemaal tegen. Maar toen net even de pech, weet je wel. Ja, dat heb je ook wel eens. Maar ja, echt de laatste tijd zit het niveau echt heel goed. Dus ja, ik kijk echt uit naar volgend jaar ook. En, dus ja, voor mij zegt dit jaar ook niet zo heel veel. Qua resultaat was het echt heel belabberd slecht ook. En dat wist ik ook van mezelf. En ik denk dat volgend jaar kan het eigenlijk alleen maar beter gaan. Ik voel me ook echt top. Dus ik denk dat ik echt wel misschien wat schade kan doen met mensen volgend jaar. En heb je een bepaald management of iemand die achter je broek aan zit als je er wat net de pet aan gooit? Ja, ik heb natuurlijk wel mijn vader, weet je. Die kijkt natuurlijk ook altijd mee. Die weet natuurlijk ook wel echt wat het allemaal is. Die heeft alles zelf natuurlijk ook meegemaakt. Dus die weet precies wat ik wel en niet moet doen natuurlijk in dit soort situaties. Kijk, hij begreep mij natuurlijk ook wel een beetje wat er allemaal gebeurde om me heen. Ja, ik zat niet lekker in mijn vel op dat moment. Ik had ook helemaal niet zin om te darten. Maar ik vond, ja, je hebt maar zoveel jaren de film toe te gooien. Dus ik vond het zonde om te zeggen van ja, ik ga nu niet. Weet je wil toch alles meepakken wat je kan. In de hoop dat je misschien daar je vorm kan terugvinden. Maar het leek er helemaal nergens naar. Ik vind het echt mijn slechtste wedstrijd ooit gewoon gespeeld. Ik vond, ik heb app gesprekken naar mijn vader gestuurd. Van, als dit het voor mij is, dan hoeft het niet meer. Ja, dan weet ik dat ik de verkeerde sport gekozen heb. En het WDF-circuit, is dat nog een optie om dat volgend jaar veel te gaan spelen? Ja, dat wil ik ook wel gaan spelen ook inderdaad. Maar ik moet ook een beetje de tijd ervoor hebben. Zeg. Ik run natuurlijk de winkel ook hier in Zaandam.
En dan ja, moet je maar net de tijd ervoor hebben dat je die weekenden kan. En vaak de weekenden zijn de drukste bij ons. Nou hebben we nu wel een paar goede werknemers hier, oh, die altijd klaarstaan natuurlijk. Dus het is zeker allemaal haalbaar. Maar ja, mijn focus is dit jaar gewoon om te beginnen natuurlijk met de Dutch Open. En dan de Development Tour echt zo goed mogelijk daar doen. Dat is ook waar je een beetje je naam moet maken bij de PDC Screen natuurlijk. Ja, je runt nu ook de dartwinkel, die ook Ja. die in Zaanstad, dat doe je samen met je moeder, maar je bent ook echt eigenaar. Hoe is dat om op zo'n jonge leeftijd dat al te doen? Ja, ik doe het nu echt al 3, 4 jaartjes. Het begon eigenlijk allemaal een beetje dat ik gewoon op school zat. Toen werkte ik al veel in de winkel, gewoon om bij te springen. En toen, ja, ik zat op school en ik zat maar een beetje onnodige dingen te leren. ja, wat denk ik iedereen wel een beetje gehad heeft. En op een gegeven moment denk ik van, ja, dit is het allemaal niet wat ik nu aan het doen ben. Ik vind het leukste was gewoon allemaal in de winkel daar. Ik denk van, ja, waarvoor ga ik dat dan niet doen? En toen op dat moment werkte mijn moeder samen met Glenn de Koning. En die toevallig had hij een eigen café. En die heeft toen gezegd van, ja, ik stop ermee. Ik wil verder gaan gewoon in het café. Dus toen zouden we de winkel sluiten. Toen had ik zoiets van, ja, wacht even. Ik wil ook wel bijspringen eigenlijk. Ja, toen is dat zo gebeurd. En mijn moeder kreeg ook weer heel veel energie daarvan. Omdat ze gewoon, ja, frisse start, alles opnieuw. Ja, en nu zijn we echt... Ja, een van de grootste van Nederland geworden qua shop. Echt super trots op wat we allemaal opgebouwd hebben ook. En ik heb het ook allemaal niet alleen kunnen doen natuurlijk. Zeker mijn moeder heeft heel veel geholpen hierin. Ja, al mijn werknemers eigenlijk ook hier, die zijn elke dag ook klaar om bij te springen. Dus ja, ik ben er ook zeker echt dankbaar voor. Want anders weet ik ook niet waar ik nu gezeten heb. En je vader maakt regelmatig ook zijn uren, denk ik, in de dartwinkel. Ja, het is eigenlijk gewoon een familiebedrijf natuurlijk. Want mijn vader die heeft er ook gewoon mee in geïnvesteerd bijvoorbeeld. Dus ja, dan hoort hij er ook gewoon bij. En we zeggen ook gewoon heel vaak dat het ook zijn winkel is. Het is ook gewoon een beetje zijn winkel. Dus ja, die is er bijna, als je geen trainer bent, al bijna elke dag ook wel. Gewoon om lekker 2 uurtjes te trainen en een beetje een praatje te maken met de klant bijvoorbeeld. Dat vind ik helemaal niet erg. Ja, jij bent dan eigenlijk een soort van de leidinggevende op de dag, denk ik. Ja. Ben je dan ook de baas van je vader soms? Nee, daar werkte niet natuurlijk. Dus ja, en ik moet ook zeggen, zo wil ik ook niet een beetje bekend staan als een beetje iemand die mensen aanstuurt of die een beetje de baas moet spelen. Ik ben ook naar mijn werknemers ben ik wel een beetje, probeer ik hetzelfde te zijn als hun, zeg maar. Dat we gewoon allemaal een beetje op één lijn staan. Ze weten wel bijvoorbeeld dat ik wel gewoon de baas ben, maar ja, ik wil niet echt overkomen als bijvoorbeeld echt de boeman waar ze elke keer, als ik binnenkom, dat ze denken van, heb je meer? Dat wil ik ook niet. Ik wil dat het gewoon een gezellig werkplek is bijvoorbeeld. En ik help gewoon net zo hard mee in de winkel met spullen. Ik help de klanten net zoals hun. Dus ja, het is niet heel veel anders eigenlijk. En is er ruimte voor jou om de winkel misschien ietsje minder te doen, om je meer te kunnen focussen op je eigen carrière? Of wil je dat niet? Of is die ruimte er niet? Ja, het zou zeker kunnen hoor. Maar ik ben eigenlijk dit jaar echt serieus begonnen met darten met heel veel toernooitjes spelen. Dus ik moest eigenlijk een beetje mijn toernooitjes uitzoeken. En ik heb nu een beetje gewoon een planning gemaakt. Dus ik ga nu kijken of dat allemaal haalbaar is natuurlijk. Maar in principe staat het niet in de weg. Ik kan natuurlijk ook mijn trainingsuurtjes maken in de winkel. Dat helpt ook wel, natuurlijk wel mee. Ja, op de Development Tour weet iedereen waarschijnlijk ook wel dat je de zoon bent van Vincent van der Voort. Voor mij loopt ook de zoon van Simon Whitlock loopt daar in de rondte. Ja, laatste weekend volgens mij kwam hier inderdaad. Ja. Wordt er dan ook anders naar jullie gekeken? Nee, niet per se. Ja, ik heb nog nooit met Mason gesproken, Mason Whitlock. Maar ik moet ook zeggen, er waren volgens mij hiervoor was nog een Whitlock. Dus dat verband lag ook een beetje anders. Maar ik weet niet hoe het met hem zijn situatie. Ik had natuurlijk wel mensen die naar me toe kwamen, wat die wouden wat van bijvoorbeeld, of die wouden dit of dat van mijn vader. Maar meestal, dat zijn vaak wat lagere spelers, wat hogere spelers. Dus gewoon echt de top 64 spelers van de tournament, weet je, die interesseren het ook helemaal niet. Dus zo vind ik ook dat het hoort, weet je wel. Ja, ik ben niet hem bijvoorbeeld ook. En je moet ook gewoon spelen tegen wie je moet spelen. En dan maakt het ook niet uit of je die dag nou gele of blauwe schoenen aan hebt. Of dat je die achternaam hebt. Ze willen gewoon een partij spelen en winnen. En hoe lang verwacht je nog dat je vader doorgaat met spelen? Nou, ik heb net een contract bijgetekend bij Wimmo voor de komende 5, 6 jaar. Dus in principe wil hij dat volmaken. En ik denk zelf dat hij dat ook nog wel kan volhouden, die 5, 6 jaar. Misschien nog wel meer eventueel. Maar hij wil sowieso gewoon doorgaan tot eenmaal gewoon zijn toerkaart verloopt. En ja, voor de rest, hij is niet zo iemand die zegt van ik wil over 2 jaar of 3 jaar daar staan. Inderdaad. Hij kijkt van jaar voor jaar en eventueel nog maand voor maand, weet je hoe het allemaal gaat. En waar zijn plek op de ranking staat. En
Ja, hij wil gewoon zelf gewoon bij alle tv-toernooien bij staan. Dat is wel gewoon zijn doel, dat hij gewoon de matchplay de Grand Prix haalt. Gaan we jullie nog samen op de professionele tour zien? Ja, dat hangt eigenlijk van mij af natuurlijk. Maar ja, dat is wel het doel nog. Maar het zal dan niet voor lang zijn natuurlijk. Ja, dat zal de laatste 2 jaartjes dan waarschijnlijk. Ik hou niet naar Q School dit jaar, dat vind ik nog veel te vroeg. Dus ja, ik hoop gewoon 3, 4 jaartjes dat het gaat lukken. Ga je volgend jaar wel naar Q-School? Is dat dan wel echt een doel dat je daar. Ja, hangt er vanaf wat ik dit jaar natuurlijk doe. Op de Development Tour, op de WDF-circuit. Weet je, als je zelf voelt dat je niveau er gewoon echt is, dan moet je dat natuurlijk gewoon doen. Weet je, als ik top 10 van een Development Tour haal, ja, dan vind ik dat ik gewoon zeker dat ik dat moet doen. Maar kom ik niet eens bij de top 30, top 40, ja, dan heb ik ook zoiets van, weet je, stel nou je haalt je tourkaart. Dat is misschien het ergste wat er kan gebeuren dan. Weet je, dan speel je misschien op de Tour, maar dan word je week in, week uit gewoon 6-0 op je reet gegeven. Ja, dat is ook niet wat ik wilde, weet je. Word je het lachertje van de Tour bijvoorbeeld. Ja, je wilt gewoon op de Tour komen met een volledig zelfvertrouwen. De mensen weten van, nou, dat is iemand waar je voor moet oppassen. En dat heeft allemaal tijd nodig, weet je. Ja, ik ben nog jong, dus je kan darten tot je 60 of zo wat. Dus waarvoor zou ik nu ook haast maken om dat allemaal te doen nu? Je vader is altijd erg uitgesproken. Dat vind ik persoonlijk altijd mooi om naar te kijken. Ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Ja. Het werkt ook wel tegen hem, denk ik. Wat vind je daarvan? Ja, ik weet er wel alles van. Ja, in het begin dat hij zijn social media creëerde, toen beheerde ik dat nog in de begintijden. Ja, dan zie je soms wel eens inderdaad DM's binnenkomen van haatreacties, alles op en eraan, joh. Dan denk ik van ja, mensen, wat zijn we aan het doen? Weet je, maar het was vooral natuurlijk ook gewoon ja, mensen die zich gewoon aangesproken voelen om niks. Weet je wel. Op een gegeven moment maak je een opmerking dat Limburg niet in Nederland mag, schijntje. Ja, je hebt zoveel serieuze mensen die daar te serieus op ingaan. En dan krijg je in één keer gewoon zelfs doodsbedreigingen. Gewoon, ja, zo erg was het op een gegeven moment. Ja, je zal het altijd houden, weet je. Ik denk dat iedereen heeft haters en liefhebbers. Ik denk dat hij meer geliefd is als haat. Dus ja, weet je, dat doet hem ook niks eigenlijk, moet ik zeggen hoor. Hij lacht er wel een beetje om. Dan zullen het ook binnen de PDC zullen ze er niet heel blij mee zijn altijd. Ik denk dat als hij Premier League wil spelen, dat hij echt de top 4 moet halen om een uitnodiging te krijgen. Ja, Zit hij daar dan het mee? enige. Het enige voordeel voor hem is natuurlijk het publiek nog een beetje meewerkt met hem. Dat hij nog wel publiekslieveling is. Maar ja, hij is ook niet zo heel erg bezig hoor, met uitnodiging voor dit en dat. Ja, het liefst speelt natuurlijk helemaal geen Premier League met zijn gezondheid. Maar ik denk als hij hem eenmaal krijgt, Premier League, zal hij natuurlijk nooit afwijzen. Hij zegt het wel, maar dat geloof ik gewoon niet. Weet je. Maar ja, het is niet zoiets wat hem heel veel boeit hoor. Dat hij niet uitgenodigd wordt voor bepaalde dingen. Althans, zo komt het voor mij over. Ik heb het nooit echt daar met hem over gesproken. Maar dat lijkt me ook niet eigenlijk. Weet je. Het is niet zo'n. Het is ook geen top 16 speler die het ook gaat verwachten, bijvoorbeeld. Dus zijn verwachtingspatroon is natuurlijk ook anders daarin. En met de onderlinge spelers, want hij noemde laatst alle topspelers slapjanissen. Heeft hij daar dan wel eens dat hij wordt aangesproken van, joh, wat zeg je nou of zo? Nee, maar dat bedoelt hij eigenlijk ook natuurlijk wel een beetje ermee dan. Ja, het zijn allemaal mensen die natuurlijk gewoon bang zijn voor hun Premier League plekjes, voor hun World Series plekjes, voor uitnodigingen, voor dat. Dus die mensen durven ook niks te zeggen. En enigszins, ik begrijp het ook, want nu hebben ze wel hun plek kunnen krijgen daarvoor. En dat is gewoon hoe hun in elkaar zitten. En ja, soms wou ik ook dat hij ook wel een beetje zo was. Dat hij gewoon even wat relaxter was. Dat hij misschien had hij ook wel beter kunnen darten daardoor. Dat hij gewoon in zijn hoofd wat relaxter was. Dat hij niet zo moet druk maken om randzaken wat er allemaal achter op het podium gebeurt daardoor. Want dat is ook vaak waar hij gewoon dingen op verloren heeft. Dat hij gewoon in één keer een wesp rechts van zijn hoofd ziet. Dat hij in één keer denkt van ja, nu moet het hele spel stilgelegd worden. Want er vliegt een wesp hierover. Ja, jij was ook op de World Series. Zat je in het publiek met je vrienden? Ja. Dat deed hem achteraf heel veel. Kan je dat beschrijven hoe dat voor jullie als familie was? Ja, nou, ik ga natuurlijk al mijn hele leven mee met hem eigenlijk. Maar nu, dit was een van de eerste keer dat hij natuurlijk ook voor eigen publiek speelde. Alles erop en eraan. Ja, je wilt natuurlijk gewoon zo goed mogelijk presteren waar eigen publiek bij is. En nu ook met al mijn vrienden erbij. Zijn vrienden waren erbij. Familie er was erbij. Dus ja, als je dan nog eens een keer van Göran Prize wint op dat toen tijd in de main van de wereld. Ja, dat was zo gaaf om te zien ook het publiek. Iedereen gewoon erbij ook. Ja, dat was echt een hele mooie avond ook. Ja, ik ben ook nog nooit hem zo blij gezien achteraf van de wedstrijden. Was hij ook emotioneel? Nee, dat viel ook wel weer mee. Hij is natuurlijk best wel een boer af en toe. Zo'n hele nuchtere boer die op een gegeven moment denkt van nou, ja, dit was wel leuk wat ik gedaan heb. Weet je, hij is niet zo dat hij echt gaat omhelzen en alles op en eraan. Het is echt een hele droogkloot. Een beetje net zoals ik hoor. Ik ben ook eigenlijk net zo. Ik ben ook niet zo van de emoties en zo. Ja. Vond jij deze video leuk?
En wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Dats.